Het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft in de afgelopen periode verschillende bezoeken gebracht aan de Volksrepubliek China. Zo is onder meer tezamen met 16 traditionele gezagdragers aan verschillende Chinese steden bezoeken gebracht. Minister Dikan ging tijdens een persconferentie op 6 november verder in op deze missie. De ambassadeur van China die heeft enkele maanden terug een courtesy call bij ons afgelegd. En tijdens dat gesprek kwam naar boven het voorstel om binnen het kader van de zo al, laat maar zeggen, goede samenwerking tussen de Republiek Suriname en de Volksrepubliek China, om een nieuwe dimensie daaraan toe te voegen, om dat uit te diepen. En dat zou betekenen dat het traditioneel gezag op bezoek kon gaan naar China, een trip daar, verschillende steden, bezienswaardigheden mogen bezoeken. We hebben binnen de groep, waarvan 16 mensen dus zijn afgereisd, zowel inheemse als Marons, en alle stammen hebben we betrokken. 2, 3, 1, het hangt er vanaf. We willen bedanken op de eerste plaats de ambassadeur van China, hartelijk bedankt. We willen bedanken de president van Suriname, die ook alle ondersteuning heeft gegeven aan dit bezoek. De collega van Buitenlandse Zaken, de collega van Binnenlandse Zaken, met name CBB, om ons te helpen de documenten in orde te maken. Alle andere hardwerkende mensen die dit mogelijk hebben gemaakt, dat zo'n reis kon worden ondernomen. En dat iedereen, laat maar zeggen, wel en wee terug zijn gekeerd naar Suriname. In Suriname, you also have this chief system, and they are also playing an important role. So I have idea to invite them to go to China to see the country. The main purpose is very simple, is to strengthen the friendship and understanding between China and Suriname, especially between people to people friendship. And I follow you, your trip very closely. I got a lot of pictures from my friends when you were in China. They sent me the feedback. And I understand that it's a very successful trip. I call it historic trip in our relations. Yeah. So many chiefs and captains went to China to see this country, which maybe for you, most of you, are the first time to China. And this country is quite different. The culture is also different, but with some values are very related to ours in Suriname. So I'm so delighted to host this, and I'm so delighted that you enjoy your trip to China. And also, we organize some functions from the Hangzhou and also in Beijing for you to be, you know, to have some discussions with the some officials, to exchange views, to make our relations closer. The trip itself was zeer innerverend. We waren in de gelegenheid om drie grote steden te bezoeken: Beijing, Hangzhou en Shanghai. Er waren twee officiële momenten ertussen. Twee officiële momenten waarbij we van gedachten hebben kunnen wisselen met de directeur van Buitenlandse Zaken gezeteld in Beijing, die verantwoordelijk is voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. En in dat onderhoud is natuurlijk nagegaan wat we voor elkaar zouden kunnen betekenen. En er zijn duidelijk wat, laten we zeggen, zaken die nog verder hier moeten worden, kunnen worden uitgewerkt. Of moeten worden uitgewerkt door het traditioneel gezag zelf. Maar meer nog met de andere actoren, dat denk ik in termen van de Chinese ambassade hier, het ministerie,
het ministerie van Buitenlandse Zaken, alle actoren die erbij horen. Wat heeft deze trip heeft ons gebracht, behalve die formele momenten, zijn er ook momenten geweest waarbij men ons diverse historische plaatsen heeft laten zien. We zijn geweest naar het bekende plein van de Hemelse Vrede, Tiananmen Square. We hebben verder bezocht de Forbidden City. Dat is eigenlijk de plek waar het voormalig keizerrijk van de diverse dynastie in de Chinese historie zich hebben gevestigd. We hebben ook het geluk gehad om naar enkele wat men in China dorpen noemt. We zijn ook naar twee dorpen geweest. Maar ik begin nu te waarschuwen dat dat niet het concept is zoals wij dat hier kennen. Een zaak die sterk en bijzonder ontwikkeld is in China is het nationaal gevoel, de liefde voor het land. Als je het zelf ziet, dan zal je al heel snel tot een andere conclusie komen. En concluderen dat wat wij van deze grote broer moeten doen, is dat we van ze moeten leren. Fosse waishi, da usabi da wetaki, mate wai goshi da ikenki, bashia sao goshi ashina kenki, bashia goshi taki desu mai uolo kofu bau de kondele bashia. Bashia, if you want bau, you also, you kondele, you piece water pay elibi mauolo ko tranga bashia. If you know mauolo ko tranga bashia, da ino ma bau en, ikadu sai wad bashia. Bashia, lek fade, ugwa beijing, we got three big photo for China, and this man on top of the road, Bashia. The Chawaka, the Perisif Ding, biggest man, far the Ontwickle, the Perisif Ding, and far the Libby Bashia. Bashia be big with Buskondre for all of the stamp, the Bego Bashia. Bashia no must stop at this one year more Bashia. On that, if I go one lazy, the Sunday to do she. Duo taken a minister, duo taken a recurring. Duo as a defano taco sabi defano for Sawoko, Gima Masala Nagibus Codel. Bashia, we get the grammatangi, wanti a de gramma kisakali, that the kisakali that they send the Oroko mafudengo. Bashia, we get the papatangi, for a cancer de begu, a moka like the begu taco bekango, look yourself to an eye, want we not the Oroko mafu de gramma. Awe data pastra ti bashia da de fano udu taki fo gide tani bashia we taki na buskonere taku no fensa ni chako ma ofeni ofeni koni du opara ti na buskonere fo kasina po awan fo buskonere ka kwa dolo bashia u stop da pe bashia e u dolo na nga pepe yen da alasani de amoy. Tadi metaki gantagi fu amama sana nangawang papa minister nangawang fu ambassador fu sina. So mewan taki, mitaki gantagi. Ay, mitapu. Fu sina committee seranang, faswa isi seranang, fu ateku me ina left, ay ni de ontwikkelings programma, sa ugugo si omdat usi wano sa ni sang, isabi, you nek wan ti ko den extra nan minister dubes donat ci ayni minister be la ko wasan ay taki e fu ngugo poten ko ayni ab bigif china nan ab chim sranan dan we fa do in the next dan wabi walo ont we calling stool manatule you nek ci wante ko il est ab ala de tools tu idu na sans ay wan do do so walo praxe nan walo sans sa ushi. En we denken dat China nou een kondre in Gorontabu dat we soort kondre ide i musu de mati na China. Daarom we me barwa odija president voor nu toe. Altijd dat jangan praktijk dat China nou een kondre sam onu nexer na mamu sorbu. En die migo rabe migo China de mek president be takasan dati. China nou een kondre sam we soort kondre in Gorontabu i muhoria manek mati. Omdat die ama abi amogelijkheid, ama abat tools, ama abat economische kracht. Fukang potia halagi ay baka. Ainde praxeer zij abi, natuurlijk jange en samen, voor je pief ontwikkelen, is er even een facer aan de sofa wani, hoe de ontwikkelen is kondre, hoe lai walo praxeer, maar bepaalde zijn een mankeerun. We actie ambassadeur, dat is sang amang, meka aitai pota karakter juno mo. In a totale sanang,
natuurlijk aan jouw vijf in het bijzonder aan binnenland voelen. We hebben want projecten. Hij niet een handschoen, we moeten gaan wandelen daarbij, want die man buitenlandse zaken. Na via ambassade om te laten dat we pikken pa, dat ik jou de papieren voor doorne bureau, pas aan begeleid door het jullie naar lespeki. We hebben ook een bezoek gehad van onze ambassadeur in China, mevrouw Patricia Chen. Ze was ook heel ingenomen met het bezoek van de traditionele leiders aan China. En ze gaf aan dat er in een enorme markt is, onder andere voor, dat is iets dat ze gewoon heeft, dat ze gewoon weet vanwege haar functioneren daar, dat er een enorme markt is voor de Surinaamse kraft. Daar praten we over, zowel voor wat betreft de inheemse, als voor wat betreft de Afro-Surinamers, het zogenaamde goudsnijwerk. Dus dat is eigenlijk ook een mogelijkheid dat daar braak ligt, dat vanuit Suriname waarop kan worden ingespeeld. En waarop we eventueel beter van kunnen worden. Wat wordt er zo van Chakon? Nou, wat is dat dat ze alle de trauma Chakon kaba? Maar de taki minabi negwa kuruto basia. Dat ook die grantangi, de fade trauma gigba. We zijn ook aan een tedoro maar begin a top voor Saranang. Regering tedo a Chinese ambassade. A president voor Chinese kondre. En dat begin we ook zo te doen. Miwani piki asrana bovolku taki ukombaka udoro bakao. Alla de captain de Libaliba Sabegwe. En de papa sorgunu te efa wang de be sorgunu te one day. Da mino den taki ube odrayete. Ube omeki libi dat se. Papa belangrijk samwani taki. Na dat alla de praxeri sa ube abi. E qua tourisme, a tourisme sector, agrari sector. An alla den piki piki sanisang nobe denyu praxeri. Da granlanti v Saranang. Sama an a Chinese ambassade. Dat de meki de leider voor de Liba, gosiang de ai. En mwani pikine taki, uno gogi de sheng, leki buskondre Liba de stama, uno gogi Saranang sheng. Uno gogi a ministeri sheng. En abede leerrijk, u leri, apis leri sang ufeni, mwani pikilanti taki uchade de leri dati kwanga u, leki fa ede kapiteng, dat dok taki kaba. En wabi huiswerk, minabi furuf taki, maar adumi boom, tidemi opwanga wan breti ati. En me begi alla de taliba lek fauci ude in organisatie, in een appgroep, amakandi fu satang etakanga oserevi. En kande afiti fu taki disi ete, taki ukomoro teranga. Meki desma funu in de liba liba sap taki jug mo pasina kon ukomoro teranga lek leider. Ukomoro teranga ukoneta papresi fu du, saube musdu. Ik heb de gu, pardon, per onwetendheid de Isabi takina ape konikaba. Isabi ma anadisi, op pepper disi, usap taki wo bereik furu. Ja, u begiden tu, make de tampu abaka ala den leider. Fu de liba liba baka. Ja, a huiswerk funu, de papa dalisin attaken kizokaba, wabi huiswerk, en de minongo in details, ma wabi huiswerk, en we begi masera ero. Voor de satampu teranga abuskondre baka fusa bereik udul. Ja? Maar met andere woorden, peo bede uno da pemoro. U bereik wa moro hei de mensi, ini denki, ini du, en te doro in u gezinsrevi. Bigi Saranang people, Saranang leider, wan bigi dus turun grantangi, te do ambassade voor China.